Division van Midden-Nederland, oftewel de hoofdklasse B. Geinhort tegen Dovo. Op Pannhuis, commentaar van de beelden van Bert Kaus. Geinhort-trainer Bert van Sas heeft een lang verleden bij Dovo en had dan ook veel handen te schudden op Pannhuis voor de wedstrijd van Dovo. Dat 1 punt haalde uit de laatste 2 wedstrijden en Geinhort dat 3 wedstrijden op rij won. En dat is uniek voor de nieuwe Geiners in de hoofdklasse. Dit is Tom van Lijf. Roberto van den Tier speelt verkeerd af. En Daniel Kops kan bijna profiteren. 8 minuten in de eerste helft. Daniel Kops stond lang droog. Maar heeft er inmiddels alweer 2 in liggen voor Geinhort. Hier de goede pas van achteruit op Daniel Kops. Pietersen tast mis. Kops is Van Breukelen dan kwijt. En dan haalt hij met het linkerbeen uit. En is het 1-0 voor Geinhort. Na 23 minuten spelen, en dat is volkomen verdiend tegen een Dovo dat initiatiefloos en angstig speelde in de openingsfase van de wedstrijd. Goeie goal van Daniel Kops, zijn 3e van het seizoen. De score is geopend. En Sander Duindam geslagen en die baalt. Geinhort gaat dan een beetje hangen. Het laat Dovo terugkomen in de wedstrijd. Dit is Marco van Rooyen. Na 34 minuten voetballen. Van Rooyen op Dijs. Dijs met de paas op Kalai. Kalai schot geblokt. En dan is daar Wesley Kins. Dat had zomaar de gelijkmaker kunnen zijn. En dat roept Geinhort in deze fase een beetje over zichzelf af. Doordat het met die 1-0 voorsprong als ruggensteun Dovo laat komen van Breukelen. Hofman op Van den Tier. Van den Tier, Dijs met de goede aflegbal op Wesley Kins. En dan is het gelijk. 1 minuut voor rust. Goede goal voor Dovo. De goede pas is van Roberto van den Tier. Het overzicht van Mark Dijs. Hele mooie voetbeweging met het rechtervoetje. En Wesley Kins legt hem binnen achter Bas van Stralen. Van Rooyen, Pietersen. En daar komt Geinhort goed weg. Op de inzet van Remco Pietersen. Dovo nog met een kans. Nee. Bal wordt over de zijlijn getikt voordat Biezen weer voor kan zetten. En Tom Verkerk ziet zijn ploeg het initiatief nemen in de openingsfase van de 2e helft. Waarin ook Geinhort er zo nu en dan nog gevaarlijk uit kan komen. Dit is goed gevoetbald, Melvin Klomp. Pietersen, weer niet echt lekker. En Belkarouia. Ja, zo'n bal kan je ook goed raken. Maar Dovo de ploeg met het initiatief in de openingsfase van de 2e helft. Jean-Pascal Biezen. Prachtige paas op Wesley Kins. Kins met Klomp. Kins met de voorzet van Stralen met de vuist. En dan wordt hij toch nog volgebracht door Kalai. En is het Van Rooyen die te hoog richt. Marco Van Rooyen had de 2-1 op de schoen voor Dovo. Bronckhorst met de hoekschop. Nog altijd in het eerste kwartier van de 2e helft. En Biezen heel erg dichtbij. Maar Van Stralen met een katachtige reactie houdt Geinhort op de been. Geinhort komt er in de 2e helft nauwelijks meer uit. Het is eigenlijk wachten op de goal voor Dovo van Rooyen. Maar Bas van Stralen met de goede redding en zo blijft het 1-1. Bilal El Hasnaoui in de ploeg gekomen voor Kalai met de slechte paas. En dan kan Geinhort er nog een keer uit. 90 minuten staan inmiddels op de klok als Belkarouia hier langs Van den Tier gaat. En de combinatie zoekt met Daniel Kops. En hier met Tom van Lijf, Belkarouia, en die neemt die bal niet helemaal lekker mee. Het blijft 1-1 tot opluchting van Dovo, dat wel 2 punten verspeelt. Ja, zeker. 100%. Ja, tuurlijk. Thuis tegen Geinhort moet je gewoon winnen, wil je een beetje leuk meedoen. Dus. Achteraf zeg ik nu dat een verdiende uitslag is voor beide partijen, denk ik. Bedankt voor de komst naar Sportpark Pannhuis. Dat zou ik ook zeggen als ik Geinhort was en gewoon 1-1 speelde bij Dovo. We gaan door van het zaterdag amateurvoetbal.